Het booby trap incident in Amsterdam heeft de kraakbeweging geen goed gedaan. In de politiek wordt er weer gesproken over een kraakverbod. De Haarlemse kraakbeweging gaf vandaag een open dag met een expositie en een rondleiding langs bekende en minder bekende Haarlemse kraakpanden. Naast de weggeefwinkel in de Brinkmanpassage is een ruimte ingericht waar hoogte- en dieptepunten te zien zijn uit de historie van de Haarlemse kraakbeweging. De discussie over het kraakverbod is weer heel hoog opgeleid de laatste tijd. CDA is een motie aan het schrijven om het kraakverbod te kunnen realiseren. En wij willen eigenlijk ons verhaal laten zien. Een heel positief verhaal over wat kraken eigenlijk voor positieve dingen kan brengen. Dames en heren, kraken is zo totaal iets anders. En de meeste mensen weten dat ook wel, maar we willen dat zo graag laten zien. En vandaag gaan we dat wederom laten zien in twee rondleidingen. We hebben vanmiddag de grote rondleiding door de stad. Kraken, geen probleem, maar een oplossing. Nou, het is mooi dat u op de gevel van de Brinkman hangt, want onderdeel van de expositie is een rondleiding langs beroemde kraakpanden. Een mooier voorbeeld op dit moment een oplossing is om de leegstand tegen dit winkelcentrum tegen te gaan, is bijna niet te geven. Ik denk dat het fijn is om even hier te blijven staan, omdat als je hier staat, je net door het steegje, de opening van het steegje, nog kan zien dat er achter die voorgevel echt helemaal niets meer van dat pand over is. Ik vind het interessant. Als gewone burger weet je daar gewoon niet zoveel van. Dan krijg je misschien een verkeerd beeld, dus ik wil graag weten hoe het echt is. Begin jaren 80 gekraakt, was op dat moment ten dode opgeschreven, dat pand. Maar door de krakers, doordat het weer bewoond werd, doordat het weer onder de aandacht kwam, is men de waarde er weer in. Het kraakverbod zou er ook op dit moment niet moeten komen, want dat lost niks op. Leegstand tegengaan, dat lost veel meer op dan een kraakverbod. De actie in de Brinkmanpassage is eenmalig, omdat de ruimte maandag ontruimd moet zijn.